Heb je wel eens gemerkt hoe slecht je bent? Ben je wel eens bewust geworden hoe falikant verkeerd je doet? Wat voel je dan beroerd, hè? Ik heb het zelf dikwijls ervaren. Maar weet je wat ik dan altijd doe? Dan ga ik eens uitvinden hoe ik het te weten ben gekomen. Er zijn twee manieren om je zonde te zien. Het ene is als de aanklager ons vertelt hoe verkeerd we het gedaan hebben en hoe slecht we zijn. De duivel is een aanklager nacht en dag. En als de duivel je zegt hoe verkeerd je bent, dan zegt hij, en dat is nou precies jouw karakter. En er is geen hoop voor je. Je hele leven zal je zo blijven. En dan word je wanhopig. Het is heel wat anders als de Heilige Geest je zonde laat zien. De Heilige Geest is misschien nog strenger. Hij ziet niets door de vingers. Maar als de Heilige Geest je zonde laat zien, is het altijd in het prachtige, heerlijke licht van het volbrachte werk aan het kruis. Dan zegt de Heilige Geest, voor die zonde is Jezus aan het kruis gestorven. En je moet hem je zonde brengen, vergeving vragen. En hij is rechtvaardig en barmhartig. En hij zal je vergeven en hij zal je reinigen met zijn bloed. Het is zo'n heerlijke zekerheid, zo'n geweldige troost. Kijk eens, dit boek moet ergens liggen. Het kan op mijn hand liggen, het kan op de tafel liggen. Het kan zelfs op de grond liggen, maar het moet ergens liggen. En zo is het met jou en mijn zonde en met jou en mijn verleden. Het moet ergens liggen. En als er niks gebeurt, dan draag jij het. Als er met mij niks gebeurt, dan draag ik mijn verleden en mijn zonde. Jij draagt je zonde. En nou is het zo heerlijk dat in de Bijbel gezegd is dat God heeft onze zonde op Jezus gelegd. Toen hij stierf aan het kruis. Hij heeft de straf gedragen.